dacht dat jullie morgen pas zouden komen. Ik weet hoe dol je op je nichtjes bent, weet je. Dus ik dacht, we komen wat eerder. SpongeBob, dit zijn mijn zuster Rosie en mijn drie nichtjes. Deze schat is macadamia. Aangedaan. Hazelnoot. Aangedaan. En kleine pistachenoot. Aangedaan. Meiden, dit is mijn vriend SpongeBob. Ah, oh, wat een lieve kleine engeltjes. Ja, engeltjes. Oké, ik moet er wat tussen. Ze zijn te vroeg. Ik ben nog niet klaar met hun cadeau. Maak jij je dan maar geen dood te zorgen, lieve dame. Ik pas op de meiden tot je klaar bent. Dank je, SpongeBob. Maar er is wel iets wat ik je moet vertellen over die meiden als je... Ja, zeg. Ik weet echt wel het een en ander over oppassen, Sandy. Oeh, neem me niet kwalijk. Goed luisteren naar oom SpongeBob, hoor. Allee, hop. Goudvissen en de drie zeeberen. Hoofdstuk 1. Inbraak en diefstal. Houd toch je spoor! Spaar je de moeite. De een houdt van boeken. Maar wij willen worstelen! Worstelen! Nou, meisjes, wel voorzichtig met me, hè? Wacht al de hele dag op je op tv te kijken. Huh? Maar je kan toch ook kijken als ik er niet ben? Maar ik weet niet meer hoe die werkt. Doe dan! Laat iets leuks zien! Ik wil filmpjes kijken! Doe het! Alsjeblieft! Klopt, alsjeblieft. Ik snap niet hoe jij al dat technische gedoe onthoudt. Ja. Patrick, dit zijn Sandy's nichtjes. Dank jullie toch goed. Hey kids, weten jullie hoe laat het is? Kwart voor negen. Deze aflevering is te gek. Wie had dat nou kunnen denken? Patrick, jij bent onze lievelingsshow. Phew, eindelijk kan ik relaxen. Met werken. La 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 la. Tartarsaus. Kijk eens aan, dat is beter. Hey, schiet het die zak! Vul door het dak! Opstijgen! Even een brownie! Dan maak ik maar even nieuwe. Wij geven die niet weer! De grote stomp, want hij is echt ongelooflijk lang! Eén stappen voor handschoenwereld! Je weet toch dat je me nooit op dit scherm moet bellen? Sheldon, ben jij dat? Ja, ik ben het, oma. Leuk je weer te zien. Ik moet weg. Oké, liefie. Dan zie ik je morgenochtend om 8:00. Goed, zie je dan. Wat? 8:00? Wat is er morgen ook alweer om 8:00, oma? Weet je dat niet meer, gekkie? Je hebt me beloofd dat als ik 90 werd, de krokante krab van jou zou zijn.
Nou, en morgen word ik dus 90. En de krokante krab is inmiddels van jou. Toch? Natuurlijk, liegen! Ja, dat klopt. De krokante krab is nu van mij, oma. En ik kan niet wachten tot je het zelf ziet. Morgenochtend! Oh, tot morgen dan. Die knauw was verplankt. Maar waar is Rogge? Wat moet ik nou doen, Karen? Hoe moet ik oma nou morgen voor de gek houden? Een lang, zielig heulverhaal later. Ik geloof er niks van. Dat hele oma-verhaal klinkt weer als zo'n nep-excuus om mijn formule te stelen. Ik hoopte echt dat ik me niet zo hoefde te verlagen, Eugène, maar... SpongeBob, er is iets mis met zijn oog. Dat is Plankton's zeldzame eerlijke gezicht, meneer Krabs. En dat betekent dat hij de waarheid vertelt. Weet je, ik heb ook een oma. Oh. Oké, ik geloof het. Dank je. Hoi, oma. Gefeliciteerd. Wat leuk u weer te zien, oma Plankton. Ach, wie heeft die computer uitgenodigd? Ik heb het geprobeerd. Ik draag die tas wel voor je, oma. Kijk eens aan, oma. Welkom bij de krokante Plankton. Speciaal naar jou vernoemd. Oh jee, wat ben jij toch een lieve kleinzoon. Wie zijn dat? Dat is mijn personeel, oma. Dit zijn SpongeBob en Eugène. Hallo, oma Plankton. Dat lijken me erg aardige jongens. En ik weet dat ze nog aardiger zijn als ze werken. Jullie hebben het gehoord. Het is hier geen Lekkerland. Aan het werk! Ja, natuurlijk, Plankton. Dat is meneer Plankton voor jou, sloofje. Sorry, meneer Plankton. Het zal niet meer gebeuren. Oh, kijk, daar ligt er eentje te slapen. Slaaptijd is voorbij, niet slut! Oké, wie was er zo bij de hand? Oh, lieve hemel, wie is die knappe jonge man? Oh, dat is Octo, dat is helemaal niemand. Loop je met me mee? Oh, Octo, hebben we elkaar niet eens eerder ontmoet? Oh, volgens mij heeft er iemand en niet zo'n geheime bewonderaar. Oké, dame, normaal zeg ik zoiets niet, maar blijf van mijn neus. Speel het spelletje mee, dokter. Of je bent ontslagen. Zo, oma Plankton, waar zat jij toch mijn hele leven? Zeg maar, Lily. Hallo, oma. Je zit me hier voor schut, hoor. Naar de keuken, Octo. Proef maar eens een plankburger, oma. Vers van de grill. Daar doe ik mijn tanden voor in. Oeps. Oeps, daar gaan mijn happers. Nou ja, ik denk dat Octo het vast wel wil voorkouwen voor mij. Oh, waarom al wat? Heel goed, kou maar lekker voor. Zo is het genoeg, geef op. Nou goed dan, het is onmogelijk, maar ik ben al heel lang op zoek naar mijn verloren broertje. Broertje? Ik heb hem sinds hij baby was niet meer gezien. Oh, een baby met een snor. Het was een vroegbloeier. En wat is zijn naam? Naam?
Oh, wat een leuke naam. Kan ik hem nou nog maar één keer zien? Dat is zo zielig! Dat mijn ochtend huilen. Kom op, Patrick. Wij moeten heel snel op extreme aasjacht. Ja. Oh, dank jullie wel. Ik ben vrij. Broer van Octo. Broer van Octo. Broer van Octo. De broer van Octo. De broer van Octo! Die rakker heeft zijn snor afgeschoren. Lieve Helm. Zes maanden later. Broer van Octo! Broer van Octo! Mevrouw Tentakels? U bent Octo's moeder. U weet vast waar Octo's broertje is. Broertje? Octo heeft nooit een broertje gehad. Eén zo'n zoon was genoeg. Oh, dat is triest. Octo wilde zo graag een broertje dat hij er zelf een verzonnen heeft. Oh man, dan duurt het nog langer om hem te vinden. Oh, ik krijg een brainstorm. Laat mij maar, maatje. Nee, Patrick, laat maar stromen. Oh, ik heb een plan! Wat heerlijk, twee nieuwe huizen. En het mooiste is dat ik al maanden niks van die sufferts heb gehoord. Octo, we hebben je broer gevonden. Juist. Zegelkoper, ik heb nog nooit een broer gehad. Maar nu wel. Twee broertjes, wij. Waar hebben jullie het nou weer over? Kom maar in, mama. Mama, mama. Is het niet heerlijk, lief? Ik heb je twee vriendjes geadopteerd. Broertjes. Oh, wat een prachtige zin. Lachen. Oh, dit heb ik eerder gezien. Daar weet ik wel wat op. Als Patrick aan het flippen slaat, is wat kwallenjam op zijn buik het enige waar hij rustig van wordt. En als hij wakker wordt, herinnert hij zich bijna niks. Hé, hey, makker, voel je je beter? Wat is dat laatste dat je je nog herinnert? Ik weet nog dat ik een bel hoor. Toen ik nog een klein zeesterretje was en het tijd was om in bad te gaan, rinkelden mijn ouders altijd met een belletje. Tijd voor je bad, jongen. Maar ik wilde niet in bad. Nee, 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 nee. Daarna is het enige dat ik mij herinner helemaal niks. Goed, dan trek ik de stoute broek aan om mijn beste vriend te helpen. Ik ga ervoor zorgen dat geen enkele bel ooit nog zal luiden. Te beginnen met... deze. En deze. Ja,
We hebben vandaag je gevecht gezien. Op televisie? We zijn zo trots op je. Oh, hoi meneer en mevrouw Ster. Jullie zijn echt lieve ouders en zo, maar jullie hebben hem goed verknipt nog steeds met die welteringglas die je mat moest. Bel? Nou, je hebt nooit met een bel gerinkeld. Nee, echt nooit. Nee, hebben jullie nooit met een bel gerinkeld? Nee, weet je dat niet meer? We knippen in je rubber eentje. Rubber eentje? Ja, deze hier. Oh, zoiets verwarmt toch de bakplaat van je hart, ben ik af. Ik geloof dat ze nog wel te plakken zijn. Eentje, ik vraag me af of hij nog steeds kwaakt. En nu houd ik mijn poot stijf. Je vergalamiest mijn bedrijf. En je kost me veel centjes. Oh, En nu daaruit. Het is in deze stad verboden om ouderen op straat te zetten. Toon respect voor je ouderen. Respect voor mijn ouderen. Oh, meneer Jenkins. Ik wil u graag aan iemand voorstellen. Wat heeft dit nou weer te betekenen? Deze man is mijn vader. En hij is ouder dan u. Dus u toont respect voor wat hij heeft te zeggen. Ahoy, ouwe Jenkins. Het was hoog tijd dat jij je zeilen hijst en de kuil af te nemen. Wow, ik dacht het niet, hoor. Dit is mijn vader. De hele oude meneer Jenkins, senior. Hij is nog veel ouder dan die ouwe van jou, Kraps. En ik zeg dat we blijven. Jullie respect tonen voor jullie ouderen. En jullie, Jenkins, hè, moeten respect tonen voor jullie ouderen. Mijn grootpapie. Dat spelletje speel ik ook goed, hoor. Dit is opa Jenkins. Ik weet wel dat krabbeurs met die cent kosten. Oh ja, nou ik weet nog dat ze 5 cent waren. Oké, laten we het nou niet over goedkope burgers gaan hebben. Nou, het oude gaat eruit en het nog oudere komt erin. Toch, overgrootpapa Krabs. Wakker worden, overgrootpap. Is voor de eer van de familie. Zo, respect, iemand. Ben ik een oudere? Over, grootpakraps. Verschijn voor ons. Ik smeek het u. U bent ouder dan zij. Gooi ze eruit. Ik wil contact met mijn overgrootpa Jenkins. Ja. Grijp ze, antieke overgrootpa. Juich hem onbeleefd die ouderes respecticus. Troon is respect voor jullie ouderen. Mijn ouderen krijgen van jouw ouderen beetje respect. Grijp ze, krap ze. Jenkins, zet wel aan. Hier worden we niet echt super blij van. Nee, zo vaak komen we niet in het Rijk der Levenden. Nee, wij willen gewoon lekker feesten! Jullie Vervelia's moeten respect tonen voor anderen en heel rap wegwezen. Hallo, moeder, vader, het is een wij genoegen. Zit binnen in mijn nederige stulpje. Eén binnenkomst later. Wat warme melk en het rustgevende geluid van strafmaatregelen om jullie naar Dromenland te vervoeren.
Jij krijgt huisarrest. Is het nu eindelijk eens uit met die verdorven herrie? Sommige volwassenen proberen hier te slapen, ja? Sorry, meneer. Wat? Wacht eens even. Rust zacht, lieve buikpotige. Wauw. Wauw. Margaret, schat, onze zoon lijkt te zijn veranderd in een... Tja, een muffe krakker. Vergeef me de krasse taal. Nou, ik wilde zeggen een dode pier, een kniezoor en een echte lapswans. Zin om hem te smeren en eens wat lol te trappen? Nou, kom hier nog, slopen. En waar komen jullie vandaan? Het is inmiddels al 8:00 s'nachts. Ik was doodongerust. We waren gewoon lol aan het maken. Jullie gedragen je als kinderen. En jij bent een blok aan ons been. Oh, ik ben ook een blok. Maar ik gedraag me tenminste volwassen. Of het je bevalt of niet. Oké, meneertje volwassen, maar nu ga jij eens goed uit je bol. Of het je bevalt of niet. Het is bikinibroek na zonsondergang, baby. Dus het wordt wild. Woep, woep. Vooruit, jongen. Doe maar mee. Luister naar je vader, zoon. Oké. Ik kan het nog steeds. Kom op, Superruim. Wees eens niet zo'n spelbreker. Gooien. Dit is zo kinderachtig. Wat is hier in verkeerde... SpongeBob! Wat infantiel. Ach, misschien valt het wel mee. Hoe wild is dit nou? Beetje zitten, rondkijken. Oh, we gaan niet alleen kijken. Wij gaan worstelen. Het is de teamtijd. Laat die afroos tegen papi, papi. Mami, papi, nee! Zet hem op, SpongeBob. We geloven in je, jongen. In de volgende ronde, El Muerte tegen Senor Pindazak. Wacht, wat? Nou, was dat leuk of niet? Joehoe! Waar is die pindazakgozer naartoe? Ik heb honger. Wat dacht je van Lotto? Heren, kan het misschien ietsje rustiger achterin? Ik heb een idee. Laten we een spelletje doen om de tijd wat te doden. Ja! Zijn er suggesties? Oh, verstoppertje! Hé, waarom mag Patrick altijd eerst? En daar vond zij eindelijk rust. Wat doet Patrick? Echt nou! Ja.
is het tijd voor een liedje. Reis, 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 reis. En we gaan op reis. Reis, reis. Dwars langs de regenboog. Naar een paradijs. Ik krijg een vlieg in mijn hoofd. Reis, reis. En we gaan op reis. Reis, reis. Op de Route du Soleil. Reis, reis. Voor een winterprijs. Reis, reis. Laat me los, want ik rij. Reis, 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 reis. En tot wij er nog zijn. Nee, nog lange, nee, nog lange niet. En tot wij er nog zijn. Zingen wij een kent iemand anders nog een leuk reisliedje? Hoe ver is het nog tot de volgende benzinepomp? Laten we maar gewoon door blijven duwen. Tartaarsaus. Zo, en hoe staan we ervoor? Oh, je hebt een ernstig verrotse accu, kerel. Ik zie hier een paar tandwieltjes die afgebroken zijn. De radiator is van binnen helemaal kaduuk. De waterpomp is zo goed als lek. En een flink beschadigde injector. Maar ja, wat houdt het in? Tja, mevrouwtje, in technische termen. Als het bootje kapot is, is het bootje kapot. Aha. En wat is op dit moment nou een wijsheid? Tja, dat hangt er vanaf. Hoeveel tijd hebben jullie? Hoeveel tijd? Niet grappig. Hey, ze hebben hier in ieder geval een hele gezellige wachtkamer. Kom nou! Man, ik verveel me. Bij mij is het nog veel erger. Ik verveel me. Hé, hey, jongens. Ik zie daar buiten een leuke speeltuin. Speeltuin! Zwaar! Wat zou erin zitten? Hallo. Beetje krapjes. Mijn neef Stanley. Mijn neef SpongeBob. Hey, wat brengt jou naar Bikini Brook, Stanley? Oom Sam vond dat ik jou moest bezoeken. Ik heb ergens een briefje van hem. Oh ja, het zit hier. Alsjeblieft. Beste SpongeBob, neef Stanley komt gezellig bij jou wonen. Hij is te lui om te werken en verknalt wat hij kan verknallen. Ik kan er niet meer tegen. Misschien kan jij hem wat leren. Groet van oom Sherm. Ach, je bent hier altijd welkom, Stanley. Mijn ananas is jouw ananas. Wauw, je hebt hier je eigen koelkast. De koelkast van oom Sherm is voor mij ondervocht terrein. Wauw. Ach ja, die hoef ik niet meer schoon te maken. Stanley? Alles goed daar, Stanley? Jouw wc is zo cool. Is dat wat ik denk dat het is? Ach, ik moest toch nog in bad. Pindarotsje, hey. Nederland. Hey. Kun je niet maken, vriend? Weet je, om Sherm vindt televisie kijken gevaarlijk. Oh, waarom? Daarom. Wat is dat? Ach, maakt het uit. Er was toch maar weinig leuks op tv.
vandaag. Werk jij met een krokante krab? Ik werk daar niet gewoon. Ik ben bedrijfsassistentleider en de baas over heel veel zaken. Dat ben ik met de sleutel van de tent. Daar ben ik aan het bedienen. En daar verricht ik sanitaire hygiëne werkzaamheden. Zo, en daar? Oh ja, daar sta ik krabburgers te grillen. Dat is het mooiste wat er bestaat. Het is mijn roeping. Had ik maar een roeping. Oh, Stanley, je hebt gewoon nog geen levensdoel gevonden. Dat is alles. Dank je, SpongeBob. Ik weet het. Hey, mijn vriend Octo kan je wel helpen. Hi, Octo! Mag ik je voorstellen aan mijn neef Stanley? We zijn familie. Er staan er twee van! Ja! Blanke! Je vriend Octo lijkt bezig. Ah, wat maakt het uit? Dan gaan we toch op bezoek bij Sandy? Hi, SpongeBob. Wie is dat? Oh, dat is mijn neef, Stanley Squarepants. Kun jij je wat meer vertellen over de wetenschap? Heel graag. Aangenaam kennis te maken. Nou, eens gelijk. Uh-oh. En ga jij ze weer voor me verdienen vandaag? En jij, kapitein! Oh, wat een vent. Waren er maar twee? Wat? Eén? Twee? Twee stuks? Hij lijkt wel op hem. Hij ruikt zelfs naar hem. Hij smacht ook naar hem. Is het een harde werker, net als jij? Nou, zeg op! Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Ja, ja hoor. Jij hebt de baan. Jij moet dus het geld aannemen en dat hierin doen. Wauw, mag ik eens? Centjes. Handig! SpongeBob, wie is hier verantwoordelijk voor? Nou, ik denk dat ik dat ben, meneer Krabs. Voor onbepaalde tijd geschorst. Zo, Stanley, dankzij jou ben ik nu geschorst. Als jij die baan wilt houden, dan zul je... Oeh, er staat een klant aan stuurboord. Alle hens aan dek, we hebben aan de posten. Ik ben er klaar voor. Oh, mijn allereerste klant. Hi, ik ben Stanley. Oh, dit is echt zo spannend. Ik wil een... Wacht even. Dit moment wil ik even vereeuwigen. Die is voor mijn plakboek. Nu eentje een beetje gek. Oh ja, laat u doen of we heel boos zijn. Roses are red, violets are blue. Ik houd van jou, alleen vraag me niet hoe. Het is geen liefhebster van poëzie. Nou, wat ik ook doe, ze snapt het niet. Ik moet persoonlijker worden. Ben ik werkelijk zo'n schoonheid? Oh yeah, ik ben cool. Vertel eens wat over jou. Ach. Plankton Krabs. Eugen. Mama. Mama. SpongeBob. SpongeBob. Dus dit hemelse wezen is jouw moeder? Dus deze schaamteloze oplichter is jouw date? En die exquise knappe spons is uw ober. SpongeBob. Zeg, ik weet niet waar jij allemaal mee bezig bent, hoor, Plankton. En ik wil het niet weten ook. Eugen, jij zet nu onmiddellijk mijn vriendje neer. Vriendje? Maar mama! Je hoort de dame, laat me los!
Dat is beter. Kom mee, Plankton. Het spijt me dat mijn zoon deze onvergetelijke avond wilde vergallen. Mami? Jij! Stiefzoon. Ik kom je waarschuwen, Plankton. Je blijft van mijn moeder af. Ik weet wat jij van plan bent. Nee, serieus, Eugène. Ik ben veranderd. Daar was alleen de liefde van een geweldige vrouw voor nodig. Jij houdt alleen van stelen en samenzweren. Je wilt via mijn moeder het recept bemachtigen. Zeg, waar heb jij het over? Over het geheime recept van de Krabburger. Maar kent jouw moeder het geheime recept dan? Houd je maar niet van de domme. Vanzelfsprekend. Het is een eeuwenoud familierecept. En jij bent geen familie. Ik waarschuw je voor de laatste keer. Blijf uit de buurt van mijn moeder. Geen familie, hè? Gaat veranderen. Eugène? Mami? Jij zou je niet meer bemoeien met mijn leven. Mama, luister nou. Hij wil het recept van de Krabburger onder je kont vandaan zagen. Ik weet niet of je het weet, Eugène, maar daar heeft hij met geen woord over gerept. Hij weet waarschijnlijk niet eens dat ik het recept ken. Misschien heb je wel gelijk. Je houdt die grote neus uit mijn privézaken begrepen. En nou naar je kantoor toe. Bel nu. Ja, mami. Snel, bel de hemel, want daar is een engel weggelopen. Oh, charmeur. Oh, mevrouw Krabs. Oh, help me. Mag ik jullie aandacht misschien even? Ik heb een belangrijke mededeling. Mevrouw Krabs, onze liefde heeft ondanks zware stormen en moeilijke tijden stand gehouden. Oh. Wil je met me trouwen? Oh. Ah, de rat. Ik verberg me niet langer als een angstig klein kind. Ik ben nu een man. Trouw niet met de mama. Trouw niet met die man. Dat mag je echt niet doen. Te laat, Krabje. Wij treden in het huwelijk. En jij wordt mijn aangenomen zoon. Wat nou, Honeypon? Ik ben gevleid door je aanzoek, Plankton, echt waar. Maar ik ben nog niet toe aan een echtelijke verbintenis. Ah! Waarom niet? Er is iemand anders, geef maar toe! Dit is heel ongemakkelijk. Ik wacht in de auto. Niet te geloven! Jij gaat dus vreemd! Kom, Plankton. Het is niet wat je denkt. Hou je leugens maar voor je. Je bent me gewoon echt wat verschuldigd. Geef mij het geheime recept, dan sta ik niet. Zeg, ben je nou... Oh, was het je soms daarom te doen, hè? Nee, beslist niet. Nou ja, eerst niet, maar... Ik bedoel, dus... Honneponnetje. Oh. Ach, beter ongelukkig in de liefde dan ongelukkig in het spel. Daarnaast kennen wij helemaal geen domme mensen. Geen zorgen, Patrick. Ik speel de domoor. Als jouw ouders zien hoe dom ik doe, denken ze dat jij een slimme jongen bent. Kennis is macht. A, B, C, D, E, F, G. Ah, H, J, K, L, M, N, O, P. Zal ik de waldhoorn maar pakken, Martin? W-X-Y-Z. Hoi, Bob. Hoi, Pop. Zoon, je herkent ons dit keer. Waarom zou ik mijn eigen ouders niet herkennen? Jij was nooit zo'n slimpie. Nou, laat je ons er niet in. Hij is vast vergeten waar dat is. Oh, ik weet wel. Oh, laat mij maar voorgaan, zodat we niet verdwalen, hè? Handen vast. Hé, Patrick! Oh, hij zei mijn naam. Wauw, hoe heb je hem dat geleerd? Hij bijt me. Patrick, kom mee naar de keuken. Oh, ik geloof dat een domhoor mij onder vier ogen wil spreken. Een domhoor. En wat wou je zeggen? Oh, wacht, ik weet het antwoord al. Niks hoor. Kijk, dat is leuk, want je bent stom. Patrick, zou je niet wat kunnen minderen met je beledigingen? Oh, waar is het ingewikkeld voor je? Ik zal ze wel wat dommer maken. Patrick, ik heb het gevoel dat je echt denkt dat ik een oem ben.
Dat is precies wat ik dacht dat je zou zeggen. Domme mensen zijn altijd zo zalig onwetend over hoe dom ze eigenlijk zijn. Ik doe alleen maar alsof ik dom ben. Dat was ons plan, weet je nog? Oh, SpongeBob. Als je alleen maar doorhad hoe stom je op dit moment klinkt. Met je gepraat over denkbeeldige plannen. Weet je wat? Je treft me in een goede bui. Ik doe met je mee. Doe maar. Ga maar proberen te doen alsof jij slim bent. Oké, doe ik. Geen probleem. Ik hou deze wel warm voor je. Ik moet u iets bekennen. Ik loog dat ik dom was. Ik deed alsof ik heel dom was, zodat u Patrick een beetje hoger aan zou slaan. Ik kan best praten en eten en de was doen. Ik scheid zelfs het bom van het witgoed. Dus ik stel voor dat we opnieuw beginnen. Hi, mijn naam is SpongeBob SquarePants en ik ben geen Oen. Geweldig. 3 minuten in de keuken en onze zoon heeft hem hele zinnen leren spreken. Zo, knap werk, zoon. Het was niet simpel, pap. Maar. Het lijkt me weer tijd voor je volgende les, jongeman. Luister goed naar me. Ik ben niet dom. Ik heb hersens. Kijk, dit is er een foto van. Dat is op ware grootte. Nee, ze zijn van normale grootte en werken uitstekend. 2 plus 2 is 4. Haha, zoon, je leerde hem rekenen. Nee! En je leerde hem zingen. Oh, en nu slaat hij door. Je hebt hem vast te veel geleerd. Weet je, zoon, ik wist wel dat als het op helderheid aankomt, jij een zaklampje bent. Maar die krul, hij is een natte kaars in de zwarte nacht. Bij hem vergeleken zijn varkenstaart slim. Maar wat belangrijker is, zoon, hij toonde me wat een slimme jongen je bent geworden. Het is net alsof ik je vandaag pas voor het eerst echt zie. Heb jij dat ook, Jeanette? Jazeker, Martin. Jeanette? Martin? Wie zijn jullie eigenlijk? Martin, ik ben bang. Neem me niet kwalijk, hoort dit lekkere stel soms bij jou? Ze staan nu al de hele dag voor mijn deur te vragen waar Patrick is. Ik word er gestoord van. Mam! Pap! Wauw, zoon. Je hebt ons dit keer zo waar herkend. En je bent niet vergeten je aan te kleden. Oh, dat is waar, schatje. We hebben geen zoon. Dat is waar. Welkom, broeders. Kijk allemaal, dat is onze neef, Barton. Jong, ik ben al langer van huis dan ik dacht. Hallo, best neef. Ik ben een klem! Tuurlijk herinner je je Piet, Robert, Jet, Billy Bob, Billy Jim, Billy Billy Bob, Banaantje, Vanaantje, Vo, Philly, Theo, Erik, Hans, Rogier, Mohamed, Ali, Koos... Oké, hou maar op! Ik bedoel, kom binnen en doe of je thuis bent. Het plan is, we bestormen de krokante krab en ik steel het geheime recept. Wat denken jullie? En wat schuift het ons? Ja, wat schuift het ons? Nou, wat willen jullie? Ik wil een nieuwe snaar voor mijn banjo. Ik een laars die bij deze past. Ik wil meer geheugen voor mijn laptop. Ik wil wortelbier. Wortelbier? Help mij met het geheime recept. En jullie krijgen zoveel wortelbier als jullie op kunnen. Oh, Victorie, uw naam is Plankton. Zo, meneer Octo. Het is bijna sluitingstijd. En wij hebben al uren geen oog of voelspriet van Plankton gezien. Ja, meneer, ik denk dat hij het voorgoed heeft opgegeven. Attentie, krokante krabbeleiding. Hier spreekt je meerdere. Wat? Ik heb het restaurant omsingeld. Geef mij het geheime recept of ik verwoest de krokante krab. Ah,
En met welk leger, mug? Welk leger? Welk leger? Kijk om je heen, Krabs. Je hebt gras geplant. Gras? Jij krijgt mij hier nooit weg, Plankton. Dat klopt. De afvoer is veel te smal. Bovendien, wat ik eigenlijk wil, is het geheime krabburgerrecept, weet je? Schrijf maar op je buik, Plankton. Het recept is in mijn kluis opgeborgen en jij krijgt nooit een combinatie. Stilte! Nou, Krabs, je zult ontdekken dat wij heel goed in staat zijn daar zelf achter te komen. Oh, jongens! Goed zo, een beetje meer naar links. Ik vervloek je, Plankton, met je vermogen om een menselijk oor te vormen. Hotdog! Ja, van mij. Het recept is van mij. Na al die jaren is het eindelijk van mij. De wereld zal weten dat op deze dag ik, Sheldon J. Plankton, eigenhandig de krokante krab ten val heb gebracht. En natuurlijk heb ik wat hulp gehad van de familie. Plankton, wacht. Je mag het recept niet inzien. Smeken helpt niet. Ik zeg het je. Je zal de waarheid niet aankunnen. Sommige dingen zijn ongeschikt voor sterfelijke ogen. Oog. Oh. Het zal best. Teromgaroffel graag. Eindelijk. Na al die jaren zal ik erachter komen waarom een krabburger zo lekker smaakt. Het supergeheime recept voor een krabburger is... een snufje zout. Wat een wacht. 3 theelepeltjes gehakt, hè? Ik waarschuw je. 1 kopje liefde. Doe het niet. Meng dat goed met het allerbelangrijkste ingrediënt. 4 volle ponden van vers gemalen. Plankton? Dat bedoelde ik. Waarom vlucht jij niet? Ik kan niet lezen. Wegwezen jij. Hey jongens, heb ik nog wat gemist? Meneer Krabs, is dit echt het geheime ingrediënt van de krabburger? Natuurlijk niet. En Plankton zal dat vast ook bedenken. En weer terugkomen voor het echte recept.